De omstreden valutawet moet worden opgeschort. Dat heeft de kortgedingrechter vanmorgen beslist. De NPS en de VHP hadden een kortgeding aangespannen tegen de staat om de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren op te schorten. NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt dat hij de uitspraak had verwacht, omdat de wet tot stand is gekomen in strijd met wettelijke regelingen, waaronder het ordereglement van de Nationale Assemblée. Ik zie het meer als een kwestie van dat eigenlijk onrecht dat wordt aangedaan, dat kan worden voorgelegd aan de onafhankelijke rechter voor een beoordeling. En natuurlijk in een rechtsstaat is het zo dat je de trias politica hebt, de uitvoerende macht, de wetgevende macht, de rechterlijke macht. En dan werkt het dat wanneer iemand voelt dat hij onrecht is aangedaan, hij of zij, dat hij het voorlegt aan de rechterlijke macht en die neemt dan een besluit op basis van de wetten des lands. We hebben gemerkt dat er in deze een wet is ingediend door de coalitie, waarbij men in eerste instantie heeft aangegeven, omdat het om een heel ander ding ging. Het ging om strafbepalingen bij cambio's en dergelijke, mensen die overtreding zijn. Voor wat betreft de valuta, verkeer en dergelijke. En gaandeweg die vergadering heeft u gezien dat we de eerste ronde hebben behandeld, de tweede ronde waren we bezig tot in de kleine uurtjes, de volgende dag. En toen heeft men gewoon een heleboel dingen aangepast. Waarbij natuurlijk wij vinden dat je dat niet kan doen. In de eerste plaats zelfs die hele titel is veranderd van die wet. Het is een totaal andere wet geweest. De NPS-topman zegt dat met deze wet het volk wordt misleid. De regering heeft eerst de deviezenreserve opgemaakt om daarna ook de kasreserve aan te spreken. Toen het misliep op de valutamarkt heeft de Nationale Assemblée deze wet aangenomen. De koers wordt bepaald door wat wij zouden zeggen wetmatigheden. Door wat wordt bedoeld is dat er bepaalde zaken in een samenleving zodanig in elkaar gezet moeten worden en daardoor wordt de koers bepaald. Als je geen deviezen hebt bij de centrale bank, of laat me het anders zeggen, je waarde van je SRD wordt bepaald door hoeveel deviezen je hebt in de centrale bank. Dollars, euro's, je hoeveelheid goud. En natuurlijk heeft het IMF een bepaalde faciliteit gecreëerd voor de centrale bank waaruit ze mogen trekken. Maar hoe meer deviezen je hebt, hoe sterker je Surinaamse munt. Wat heeft deze regering gedaan? Ze hebben in de afgelopen jaren al het geld van Suriname opgemaakt. Alle deviezen weggehaald. U weet, ze zijn zelf in de kasreserve gegaan. Die kasreserve zijn gelden niet eens van hun, zijn van andere mensen. Dat hebben ze allemaal opgenomen. Waardoor, als de centrale bank geen deviezen meer heeft, die koers omhoog gaat. Dat was NPS-voorzitter Gregory Rusland in reactie op de uitspraak van de rechter om de valutawet op te schorten. Pogingen om NDP-parlementariër Amzat Abdul te spreken waren tevergeefs. Tegen Star News zegt Abdul verbaasd te zijn over de uitspraak. Hij vindt dat de rechter de wetgevende macht heeft gedesavoueerd. Abdul richt zich nu op het Constitutioneel Hof. Zodra de president het hof bemant, zal Abdul de wet laten toetsen door het hof.